Vandaag op het strand. Hoe mooi is dat? Ik ben mee met Iris, oud-cursiste van de jaaropleiding. En haar vader John en Marijke. Marijke is, en John zijn van de strandwacht. Echt een jongen van de hoge zandgronden, ik. Dus daar ken ik het allemaal wel redelijk. Maar als ik hier op het strand ben, ik kom allemaal nieuwe sporen tegen. Sporen op schelpen, schelpen, verschillende soorten boormosselen op hout. Het is allemaal nieuw. En dat vind ik echt helemaal geweldig. Zet mijn hoofd en mijn hersenen en alles weer een beetje aan het werk. Dus, mooi, hè? Dat prachtige, prachtig licht erbij. Weet je dat het voor de eerste keer dat ik een zeehond zie hier in Nederland? Ja? Ja, ik heb nooit een zeehond gezien. Kijk eens, hoe mooi is deze? Geweldig. En hij is met hoger water erop geklommen en met lager water. Ja. Dus je daar eruit. Ja. Die omhoog gekomen. Die heeft misschien ook nog wel eventjes gelegen. En met lage water. Inderdaad, ja, jullie. Ja, ja, dat kun je vanaf hier natuurlijk wat beter zien. Oh, kijk eens. Dat is lager dan. Met een lange snavel. Ja. Strandwacht. Oké, ja. Wat was het ook alweer? Want dat doe jij, hoe werkt dat? In de jaren 80 verzon iemand van de Universiteit van Leiden dat het wel eens leuk zou zijn om te kijken dat als je gaat kijken wat er allemaal ligt aan het strand, of dat iets zegt over wat er in de zee gebeurt. Ja. Dus dat heeft hij met enkele studenten is die daar aan begonnen. Ja. En na 10 jaar is dat pas, na 3 jaar hebben ze wat analyses gedaan, na 10 jaar. En er blijkt inderdaad enorm veel patronen terug te komen over het leven in de zee. En jullie gaan dan op gezette tijden? Elke week met laag water gaat er minstens 2 mensen monitoren wat er allemaal. Vaste route. Vaste route. Zodat tegenwoordig gaan we de laagwaterlijn en dan de hoogwaterlijn terug. Nou, en daar, dus we hebben klimaatverandering gezien, het effect van de zandsuppleties voor de kust. Door wat voor organisatie wordt dat dan nu nog Het is de Stichting Anemoon. Analyse, educatie, onderwaterzoek van de Noordzee. Monitoring. Stichting Anemoon. En daar is, dat is begonnen met de strandwacht, wat tegenwoordig de strand aanspoelsel monitoring project heet, SMP. Ja? Maar we hebben nu ook onderwater, de duikers, korren, het stenen keren. Dus het is veel uitgebreider geworden. En ook nog wel naar het zoetwater toegegaan. Ja. Ah, hier word ik ook weer blij van. Zie je dit prentje? En hier dat loopspoor. Als je eerst de ene kant op gegaan, het beestje, is ook de andere kant teruggegaan. Zijn de prentjes van de 3-teen strandloper. Het is wat koud. Ik heb wat moeite met ingewikkelde woorden. Maar daar ben ik heel erg gelukkig mee, want dat is ook weer nog weer zo'n print die ik nog niet had. En niet alleen dat, ik heb het beestje zelf ook nog mooi op foto en video kunnen vastleggen ook nog. Dus, geweldig. Het is gevonden, Iris. Roggen? Van de rog? Roggeneieren, 3 al. 3? Hier dus. Roggeneieren. Ja. We kunnen straks in het boek kijken van welke ze zijn. Tot nu toe denken we van de stekelroggen. Stekelroggen. Ja. Super. En nog geen 5 meter verderop zeg jij? Oh, jij vindt haai. Van haai. Ja. Honshaai. Ja. Honshaai. En waaraan zie je dat? Ik zie hier zo'n verdunning. Hier verdikt het. Ja, en hier heeft hij gekromde draden. Ja. Hechtdraden om die eieren ergens aan vast te plakken. Te draaien. Ja. Vast te hechten. Aan vegetatie of wat ja. Dan ook. Ja. Ja. Op dat hout wat hier aanspoelt, is ook nog wel weer een heel verhaal. Jullie weten waarschijnlijk wel dat het ooit tot aan Engeland gewoon open gebied is geweest.
droog gebied zou ik moeten zeggen. Je kon daar gewoon lopen. Het is allemaal veen en dat veen zit nog steeds in de zeebodem. En zo af en toe dan woelt dat los door een storm of wat dan ook. En dan spoelt dat hout dus allemaal aan. En in dat hout heb je dus allemaal nog weer die boormosselen. Die heb je, die stukken hout met hele mooie ronde gaten en zo heb je erin. Geweldig. Zo van een dag zeg. Hoop dingen, echt een hele hoop hele mooie dingen gezien. Prachtig. Zelfs een stuk barnsteen gevonden. Nou, dat vind je ook niet elke dag. Justitie voor mevrouw. Helemaal geweldig. Op naar de strandtent. Tijd voor een kop koffie. Nou, er waren net toch wat